Hoe uh, is de afgelopen week geweest voor jullie? Ja, het is natuurlijk zuur dat je uiteindelijk weer verliest. Alleen uh, je moet toch vertrouwen, vertrouwen houden... en uh, met, veel met elkaar praten natuurlijk in zo'n mindere periode. Elkaar pushen, toch streed naar elkaar zijn... Wat, wat fout is en wat niet fout is, zeg maar. De goede dingen ook natuurlijk aan blijven kruisen. Maar toch al de dingen die toch ja, in de wedstrijd zaak worden... gewoon harder aanpakken en elkaar gewoon wat harder coachen dan normaal. Zodat iedereen gewoon weet waar hij aan, aan toe is. En uh, dat gebeurt nu ook uh, best wel veel, bij uiteindelijk ook uh, steun natuurlijk van uh, trainer dik advocaat. Dat is natuurlijk ook wel fijn als je zo uh, ja, iemand, met, iemand met veel ervaring erbij krijgt. Met kleine tips, die toch uiteindelijk wel misschien het verschil kunnen maken. Ja, dus dat, dat kan misschien net dat extra steuntje in de rug zijn die jullie nu op deze moeilijke tijden nodig hebben. Ja, hij praat natuurlijk, hij heeft met mij gepraat, ik zag ook met een paar andere jongens. En uh, gewoon misschien de kleine dingen die, ja, die voor jezelf toch. Ja, eigenlijk niet bij, bij nadenken, maar als hij het zegt, dat als je er toch over nadenkt, dat je toch wel denkt, ja, zit toch wel wat in. En dan ga je het ook proberen uit te voeren en dan uh, moet het uh, ja, hopelijk het uh, goede kant worden opgeduwd. Ja, heb je het idee dat, dat dat keerpunt naderende is? Ja, ik vind wel dat we op trainingen veel feller zijn. Ja, het zijn al veel maar je ziet echt dat iedereen zo graag wil. En gewoon, ja, de drie punten eigenlijk, iedereen gewoon een keer na de wedstrijd van thuis wil komen en dan van... Vandaag, hebben we het, vandaag is het gewoon gelukt en dan kan je ook gewoon, ga je wat lekker de deur uit en ga je, zit je wat lekkerder op de bank, slaap je wat lekkerder. En dat is gewoon een aantal weken niet zo en uh, dat vrede natuurlijk allemaal bij ons. en uh, we willen gewoon, uh, als het, Ik denk dat gewoon als het eenmaal gebeurt, dan hebben uh, we het hier ook niet meer over, denk ik. Ja, en dat zal dan in een thuiswedstrijd gemoeten. Is dat lekker om weer even het publiek achter je te hebben in hier de eigen Kuip of kan het ook een extra druk opleveren? Nou, ja, natuurlijk. Het publiek verwacht natuurlijk ook wel dat je uiteindelijk de drie punten pakt. Dus een uh, klein beetje druk hoort er natuurlijk bij. Ik kan, ik kan niet zeggen dat er geen druk op zit. Maar uh, het is, als het publiek gewoon erachter staat, is het gewoon goede druk. En dan uh, moeten we Roda gewoon. Uh, ja, moeten we hier gewoon de drie punten houden tegen Roda.